We beginnen nu met het doorzagen van de tussenstijl van het kozijn. Als je deze eruit zaagt en je merkt dat de zaag vastloopt, dan gelijk stoppen en de bovenzijde goed stempelen. Altijd schuin doorzagen. Nu kun je de balk omtrekken en let daarbij op dat je altijd met de muur mee naar binnen trekt. De bovendorpel zag je al bewegen, dus voorzichtig slopen. Let op het stukwerk aan de binnenkant dat daar niets mee gebeurt. Wat we nu gaan doen is de zijstijlen eruit zagen, de bovendorpel en de onderdorpel. Wat we doen, we zagen recht een sleufje van 2 à 3 centimeter. Niet groter, en die gaat zo door. Hoe groter de sleuf is, hoe minder grip je straks met de koevoet hebt. Want we willen weer zo trekken. We gaan niet naar buiten trekken of naar binnen trekken, want dan beschadigen we de steen of het stukwerk. Zorg dat je zometeen met de reciprozaag hier een heel klein puntje uitsteekt, zodat je niet in de muur zaagt. Je kunt dat met die reciprozaag heel goed begeleiden, dat de zaag er maar een heel klein stukje doorheen is. En dat je dan precies tot hier kan zagen. Hieronder ook, en dat doe je ook aan de binnenkant, zodat je niet de muur inzaagt. En wat hier ook heel goed gebeurt, is dat je met de eerste of de tweede zaagsnede naar een voeg toe werkt. Want mocht je toch uitschieten, een voeg is makkelijker te repareren dan steen. Ja. Vaak kun je nu een klap met de hamer geven en dan is die los. Mocht die nu niet helemaal doorgezaagd zijn, dan kan je nu nog kijken waar je moet zagen. Maar zoals je nu ziet, zie je hier al netjes de muur en het stukwerk is netjes gebleven, dus deze twee zijn los van elkaar. Hierachter zie je de spouwlat. Die hoort er officieel altijd in te zitten. Met oudere woningen uit 1940 heb je een steensmuur en dan zit dat er niet in. In dit geval wel. En die spouwlat, die willen we laten zitten. Als je nu trekt, let dan goed op of je geen muren meetrekt. Kijk aan de binnenkant goed of het stuk niet meekomt. Want nu, als je zo onder spanning staat, kan je hier aan de binnenkant nog het stuk insnijden. Kan je de muur insnijden, de oude kit, zodat er niks kapot gaat. Dat is echt een aandachtspunt. Je weet nu dat die bovenste los is en dan doe je de onderste. En hier zie je de spouwlat. Die willen we dus behouden. Let er hierbij op dat als je met je handen achter de spijl trekt en hij veert terug, dat je niet met je handen in een spijker komt te zitten, want dan zit je vast. Hier zie je de spijkers waar het houten kozijn mee aan de spouwlat is vastgezet. Deze zagen we af of we proberen ze terug te slaan. Bij de nieuwbouw zit hier ook een DPC-folie. Die zit ook vast achter de spouwlat. Als je dan de spijker terugslaat, sla je ook het DPC-stuk. Dus als je hier folie ziet zitten, altijd afzagen of afknijpen en nooit terugslaan. In dit geval kunnen we ze proberen terug te slaan of in de sponning te slaan, want we willen dit straks vlak hebben. Dit noemen ze een muuranker. Dit is om het metselwerk goed vast te houden aan het kozijn. Voor ons zitten ze aardig in de weg. We proberen ze om te slaan, om de spouwlat heen, zodat de spouwlat goed vast komt te zitten. We zien er hier twee. Lukt dat niet, zijn ze te kort, dan zagen we ze af met een ijzerzaag en maken we later de spouwlat en het stelkozijn vast met peur. Ook doordat we hier net met die fijnzaag waarmee zijn begonnen aan de binnenzijde,
dat we die muur zo hebben ingezaagd dat die stukwerk helemaal netjes blijft. Dus dan kan je met gerust hart de kozijn weghalen, dan breekt hier niks af. Dat hoef je allemaal niet te repareren. Dus voorzichtig slopen, dan heb je straks heel veel profijt van met afwerken. Omdat er een raamdorpelsteen zit, zagen we nu de onderdorpel niet helemaal door. We zagen weer naar een voegje toe. Mocht er iets kapot gaan, dan kan je dat makkelijk repareren. We hakken nu eerst met een beitel weg wat we zien. En dan zal je zien dat die raamdorpelsteen omhoog staat. Dat willen we zoveel mogelijk intact houden. Dus we gaan hier nu met een beitel een stuk hout eruit slaan. En dan kunnen we steeds beter zien hoe ver we kunnen komen om ook die dorpel er weer zo uit te kunnen halen. We zien hier nu een stukje lood waar doorheen gezaagd is. Dat is geen enkel probleem. Dat komt straks niet meer terug omdat ons profiel hier straks overheen gaat. Je ziet nu dat de sleuf hier breed is en dat hij moeite heeft om met de koevoet grip te krijgen. Dus daarom moet je het sleufje eigenlijk iets smaller maken. Het lood wat we aan de bovenkant van het kozijn zien is heel erg kort. Normaal is dat echt veel langer. Dat gaan we nu helemaal plat maken, zoals het eigenlijk hoort. Recht met de muur mee. Dat lood loopt helemaal naar de binnenmuur en is ervoor gemaakt om het water wat aan de binnenkant van de steen loopt af te voeren. Als daar nou een gat in zou zitten, dan kan het water naar binnen lekken, dus daar is het lood voor bedoeld om dat tegen te gaan. Officieel moet je dat zo recht naar voren laten, zodat je het water van je kozijn afgooit. We gaan nu ook in de bovendorpel weer een sleufje inzagen. Daarbij is het echt heel belangrijk dat je niet in één keer helemaal doorzaagt, omdat dan de kans groot is dat je door het lood zaagt. Dus je stopt een centimeter van boven. Dan stop je. Dan sla je weer een sleufje eruit, zodat je ziet wat je aan het doen bent. Je ziet nu ook al de bovendorpel bewegen, dus je merkt al dat die los zit. Het metselwerk erboven zit vast. Dus als je een sleuf hebt, zou je nu al met je koevoet een beetje kunnen proberen te knikken. Maar ik zou hem nu onder spanning zetten, als dat lukt. Kijken of die breekt. Kijk, dat is wel heel mooi zo. Voorzichtig dat het lood heel blijft, dat je extra aandacht aan besteedt. De spouwlat laten zitten. Mocht de spouwlat eruit gaan, is het ook geen probleem, dan maken we een nieuwe erin. Wat we hier zien is de aansluiting van een elektrische zonwering. Dat draadje daarvan hebben ze netjes door het kozijn geboord. Wij gaan dat straks netjes achter het stijlkozijn wegwerken. Daarvoor houden we dit zoveel mogelijk intact en we gaan dit dus met de fijnzaag eruit zagen.
De spijkers in de bovendorpel die we nu nog zien zitten en vanuit de spouwlat komen, slaan we nooit terug, omdat dit lood achterlangs naar de binnenmuur toe loopt. Anders slaan we er doorheen en hebben we lekkage. Dus die worden of afgeknepen of die worden afgezaagd met een ijzerzaag. Nu is het oud-kozijn helemaal uit. We hebben de spijkers teruggeslagen en daarboven afgeknipt. Onder hebben we nu een heel groot gat tussen de buitenmuur en de binnenmuur. We kijken zo de spouw in. Nu gaan we eerst alles schoonmaken. De oude kit hier snijden we weg. Stof eroverheen dat alles schoon en netjes is. Vegen de vloer aan, binnen ook. Want we gaan nu opbouwen en dan hebben we weer een schone werkvloer. En dan kunnen we weer netjes werken.